3, 3, 2, 2 1. 1. Yeah! Nou, een bescheiden, een bescheiden. Nee. Vorige week was hij hard. Ja? Ja, dat vinden mensen dan weer zo afgezaagd. Ja, ik ben niet hard, ik ben, ik ben een bescheiden mens. Ja, ja, dat kan ik mee. Vinden. Bescheidenheid siert de mens. Ja. Hey, daar zijn we weer. Goedemiddag. Uh, van harte welkom bij deze editie van Brieven Maandag met Daan en Ondertekenen. Uh, voordat wij van start gaan met de brieven, en er schijnen een paar hele epistels tussen te zitten, eerst nog even een paar huishoudelijke mededelingen. Ja, ja? ja oh. het zijn, het zijn drie, oh. hele harde, drie hele harde swoops. Oh, god. Maar goed, uh, eerst even wat huishoudelijke mededelingen. Je hebt het natuurlijk de afgelopen week waarschijnlijk al wel gezien en gehoord op GameKings.tv. Maar uh, er staat nogal wat aan te komen wat nieuwe content betreft. En deze week beginnen we dus uh, met een aantal van die nieuwe onderdelen. Um, warme Bubbles en Nerd Culture komen eraan deze week. En vrijdag is er ook nog de eerste verrassingstream. En dan zul je denken: Verrassingstream, wat is dat dan? Uu. Nou, dat gaan we natuurlijk niet verklappen. Zorg maar dat je er vrijdag bij zit. Uh, wij weten het zelf ook nog niet. Nee, ik wou het zeggen, ik heb, ik heb het opname schema bekeken. Er staat nog geen game bij. Nee, jij, jij houdt het angstvallig stil allemaal voor ja. ons. Dus uh, zorg dat je erbij bent aankomende vrijdag. Maar dat dus later deze week allemaal. Mm -hmm. Check het out op GameKings.tv en Twitch.tv slash En ik zie ook al meteen een vraag met betrekking tot de content van uh, de website. Inderdaad, het 3080 laptop item versus de 1660 Ti. Um, die is eventjes offline gehaald, want er was een foutje aan de laatste fout in de laatste minuut van het item. Er was iets verkeerd gegaan met exporteren waarschijnlijk of zo. Uh, waardoor uh, een, een significant stukje toch wel miste uh, in de afsluiting van het item. Vandaar dat we die hier nog even opnieuw moeten fixen, want dat kon niet vanuit huis gedaan worden. Niemand had hem mee op een schijfje of wat dan ook. Dus dat komt als het goed is vandaag, al dan niet. Uh, al dan niet vandaag, misschien morgen komt dat weer online. Ja, hoe was jouw weekend? Eh... Uh, relatief rustig. Het begon allemaal op de vrijdagavond. Je hebt gestreamd, of niet? Vrijdagavond gestreamd, zoals ja. altijd. Ja, en ik heb, ik heb dit de afgelopen vrijdag was ook meteen mijn zevende dag dat ik achter elkaar streamde. Gewoon omdat het kon. Uh, Full-time titty streamen? Nee, want het weekend uh, heb ik gewoon lekker weer... Uh, weekend is family time, weet okay. je wel. En uh, uitzonderingen daar gelaten. Maar uh, nee, gewoon lekker chilled. Het was natuurlijk best lekker weer. Ja. is dus veel uh, buiten rondgelopen en zo. Uh, met de kleine. En s'avonds, s'nachts een stukje UFC nog wel meegepakt. Me ontzettend lopen erger aan de main event... Dat was een slow, slow-ass partij waar veel meer in had gezeten. En verder een beetje voetbal gekeken nog op de zondag. Geen, geen uh, emotionele video's opgenomen. over dat je het zwaar hebt als zijnde een uh, streamer. Ga, ga nou niet daar dan. Don't do it. Don't do it. Maar. Uh, Nee, ja, dus dat, dat was mijn weekend. Hoe was jouw weekend verder? Uh, ik heb een uh, tv-meubel in elkaar geflanst gezet, van Ikea. Maar um, ik, zat, ik zat er al een tijdje naar te loeren, want er was een eentje uitverkocht. En dan kon ik onderdeeltje A weer niet krijgen en dan onderdeeltje B niet krijgen. Dus ik heb uiteindelijk een houtkleurig uh, tv-meubel gekocht. En die zelf zwart gemaakt, want ik wilde hem helemaal zwart hebben. En dat staat nu prachtig. Oké. Okay. Dus ik kan nu met mijn LG CX-55 uh, wel lekker gamen beneden op een heel smooth tv-meubeljoke. Dus dat is uh, heel fijn. En uh, verder, uh, ja, inderdaad, voetbal gekeken. Ik denk dat wij niet per se dezelfde wedstrijd. Heeft Nak nog gespeeld? Nak wat heeft, wat heeft, uh, NAC heeft uh, afgelopen vrijdag uh, gespeeld. Ik weet het even niet meer. <laughs> hef... Hebben ze dan in dat geval gewonnen of niet? Nak heeft wel gewonnen. Ah, Oké. Okay. Ja? Ja. Ja, ja. Ik weet het even niet meer. Nou, ik heb, ik heb dat en nee, die spelen vandaag. Ja, tuurlijk. Vanavond tegen Top Os. Oh, nou, ik heb natuurlijk Ajax PSV gezien. Uh, sorry, heb PSV ook zitten kijken? Heb ik heb ook mensen kijken. Ik heb uh, als Ajax-liefhebber uh, genoten van de laatste minuten. Want um, jesus. Het, het, is, uh, het was heel typisch. Uh, een soort van omgekeerde wereld, bijna. Hoe uh, Ajax uh, terug is te komen tegenover PSV. Uh, wat normaal gesproken vaak andersom gebeurt. Uh, en ook uh, de manier waarop. Kijk, ik ben geen fan van ons sportief gedrag, zeker niet. Um, maar in dit geval uh, ik er echt heel erg om lachen. ik moest, ik moest echt lachen om uh, om een Denzel Dumfries. De, 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 hoe, hoe hij hands maakt. ja en, en, en dan vervolgens <laughs> al. wat een maloot ben je. en dan. ik zag hem liggen en ik wist al van die heeft geen bal op zijn gezicht gekregen. Nee, die... maar hoe kun je gewoon met honderd camera's, weet je. Hoe kun je zo gaan acteren? De stervende zwaan uithangen. Daarom. My god. En dan, dum, 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 dum. En dan met zijn voet uh, die, die penalty-stip nog eventjes uh, te ja. gazen nemen. En dan na, na afloop wel ontzettend uh, lopen uh, afgeven op uh, dinges. Helpt iets. Ja, ja de, 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 de valt aan alle kanten wat van te zeggen. Weet je, je moet het enerzijds niet doen. En anderzijds, ik, ik kon er zo om lachen. Omdat het, het was een opeenvolging op aan dingen. Weet je, eerst aan de zijlijn werd hij getrapt. En toen trok hij hem omhoog van, stel je niet aan. En toen toen die penalty, dat hij zich aanstelde. En dan nog het kapot trappen van die penalty stip. Nou, dan zal hij waarschijnlijk iets niet netjes hebben gezegd inderdaad. Je moeder! Ja, en, um, Ja. Eh, of vond ik wel dat Ajax die, 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 die uh, ene... Martinez had kan een rood mogen ja, 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 Daar, op. Op. Ja, daar uh, was de VAR even een kopje koffie halen. Zeker. Nee, ik, ik vond een heerlijk stukje koekje van eigen deeg. Ja. 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 Het was geen goede wedstrijd. Dat, het was een Ik, vond, ik vond AZ uh, fijn, Dat vond ik leuker om naar te kijken. Die heb ik niet eens meer gezien. Toen was ik aan uh, het gamen, uh, ik. Ik wil ergens nog op inhaken. Oh ja, ja Kambu wordt uh, absoluut kampioen. En, uh, waar, waar ik wel van baal is dat ik... Uh, ik, ik heb een tijdje geleden en geen belletje gehad van Ton Lokhoff. En ik heb ook nog, ik heb ook nog niet, ik heb niet de NAC-vlag toegestuurd gekregen. Ja, ik zie overal op Twitter en zo. En ja, alle supporters met een seizoenskaart, seizoenkaart die hebben uh, destijds een telefoontje gekregen van Ton Lokhoff dat hij terugkwam. En, uh, en nu ook nog een, een persoonlijk heb, telefoontje. Ja, nou, persoonlijk was het opgenomen. Weet ja, je ja ik, wa maar, ik wou net zeggen. Maar, maar en, en, en iedereen, alle supporters hebben nu ook een vlag. Persoonlijk, het GOS heeft persoonlijk de vlag thuis gestuurd, af, uh, afgeleverd gekregen. Van hey we zijn, we zijn met z'n allen voor elkaar. Uh, ik heb niet eens die vlag gekregen, ja, man. Ik hoorde dat. Want het staat natuurlijk op J.J.'s je naam. J.J. is gebeld, die heeft een vlag thuis. Uh, ja, belachelijk. Want dat was toch ook de, ooit de, de weddenschap of zo. Dat was iets waardoor jij van J.J. volgens mij een seizoenskaart zou krijgen. Ja, ja, ja als ik uh, een, een tijd bij Ford sneller dan 1,5 Oh 30, ja. Ja, 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 dat was het inderdaad. En Vlak toen zet ik een snellere tijd neer en, en vervolgens... ...gaf hij niet helemaal thuis. En dan heeft hij uiteindelijk wel de helft, de helft betaald van de seizoenkaart. Nou ja, toch, toch de helft. Ja, maar dat is niet hetzelfde als... ...de holden 100 procent, nee, toch hè? Toch een beetje... Ik called, called me pussy. Zullen we anders gaan beginnen aan de brieven? En laten we dat maar doen, ja. Zal ik die eerst even doen? En dan moet ik even, moet ik even een heel eind naar beneden scrollen. Want, uh, jezus christus. Oké, okay, wacht even. Um, ik moet even kijken waar die eindigt. Jij begint, hè? Ja, ik begin ja. wel. Oh, my. oh, nou. God. Hey, hij is van Jeroen De Lange. What's in a name? Inderdaad. <laughs> Oké, okay, het is een, wordt een aardige epistel, inderdaad. Goedemiddag, heren. Ik check jullie elke dag. Dat maakt de pandemie draaglijker. Jullie brengen mij het gevoel van een rode, langzaam ondergaande avondzon. Zo'n moment waarvan je denkt: er is nog zoveel wat mooi is. Het zit hem in de kleine dagelijkse dingen. Zoals jullie items op GameKings.tv. <middels> Hebben we, hebben we niet een mooie uh, een uh, Jan, piano? Jan, Jan Veen Karel De laatste week slijd ik mijn tijd aan Ghost of Tsushima. Ah. Hoewel ik het vind dat het verhaal niet sterk is, heeft de game mij helemaal in zijn greep. Ik reed op mijn paard op de terugweg van een duel met een strohoed door een bloemenweide in Japanse esthoorns. Ik wilde een haiku gaan schrijven, maar werd plots geraakt. Ik zat in een moment dat alles om mij heen klopte. Het licht van de schemerzon door de bomen en gras, de bladeren die langs mij heen dwarrelden. de kleur van de lucht. It hit me right in the feels. <coughs> niet in de nat, zou ik zeggen. Ik heb mijn controle weggelegd en ben gaan staren naar het scherm. Ik heb het niet droog kunnen houden. Ik was overweldigd door het moment. Als dit met een random iemand ter sprake komt, denkt diegene misschien wel dat ik een rare vogel ben. Maar echte gamers can relate. Games zijn kunst. Games zijn emotie. Emoties maken een beleving memorabel. Een bizar lange intro naar mijn vraag. Maar ik ben oprecht benieuwd. Hebben jullie wel eens zo'n moment meegemaakt in een game? Los van het verhaal. Waar je door, uh, waar je door in beslag wordt genomen. Die recht door het hart gaat. Zo ja. Wil je dat vertellen? Nee, ik wil dat niet vertellen. Nee, het is uh, te diep. Te persoonlijk het zit, het zit voor je? te diep. Um, um, ik... Ik kan me heel goed herinneren, ik, niet, per se, niet per se een emotioneel moment, maar ik ben de laatste tijd wat meer weer in, uh, in de wereld van uh, Oblivion gedoken. Niet in de game zelf, maar in filmpjes over de game. Uh, en ik kan me nog heel goed herinneren het eerste moment dat je uit de sewer komt, net als een beetje met Fallout 3, het eerste moment dat je uit, uit de wald komt en dat, dat die wereld zich voor je opent en je ziet daar een alien ruin en je ziet bomen en je ziet een plasje water en de zon schijnt en dat is prachtig en dat vond ik dat is voor mij een memorabel moment. Uh, andere dingen, misschien de de giraffe-scène, uh, Last of Us 1, dat soort dingen. Toch prachtige momentjes. Het zijn geen random momenten, maar het zijn wel het zijn goed, goed georgestreerde stukjes. meest recente bij mij was uh, toen Ellie, je hebt het over de Les was uh, ik heb het over de Les was 2, uh, toen Ellie met haar uh, gemankeerde hand gitaar speelde tegen het einde van de game. En de camera en de camera naar los, buiten, los spoilers, please. Pende. Nou ja, oké, nee, Oké, okay. okay, dus een soort van halve spoiler, maar uh, halve hand? Toen van half spoiler, de half, sp ja, ja, een beetje, <laughs> maar zo uh, ah, so niet erop. Als je nou de last of twee nog steeds, nog, nog steeds niet hebt gespeeld, dan ben je gewoon, uh, dan ben je gewoon nep. Weet je, als je nu gaat lopen janken daarover, zo so niet trop man. <gif> ik moet hem nog spelen, ja, jammer dan voor je, maar uh, ja, ze verliest misschien wel een vinger. Nou, uh, maar uh, nee, toen moest ik wel even een traantje laten. En een ander moment uh, was je gaat toch niet huilen bij games. Oh, ik wel hoor. Het hangt ook vanaf of ik de dag ervoor drugs op heb gehad. <laughs> dat is niet waar. Maar uh, een ander moment was toen. Uh, Hoe heet die nou? Inside. Inside. Het Aha. einde. Het einde van Inside. Het moment dat, dat mijn character naar buiten geraakt, naar beneden tuimelt. En hij krabbelt overeind. En die game is afgelopen ja dat was wel een emotioneel momentje voor mij ja zeker ik zit ondertussen te denken zijn er nog andere games die op korte kortere termijn iets met mij gedaan hebben nee niet per se. Ik, ik, kan, ik kan wel heel erg genieten van echt zo'n zo mooi landschap. Of uh, bijvoorbeeld als ik dan naar Star Citizen kijk. Als je bij een of andere planeet komt en je zit precies in zo'n perfecte asteroid belt. En je ziet, ziet zo'n ster in de verte. En, en het geeft perfect licht op zo'n planeet. Ja, dat vind ik allemaal wel hard. Want het zijn niet momenten waar ik emotioneel van word. Maar het zijn wel van die perfecte random momentjes. Die zitten er zeker tussen. Ja. Um, maar dat dus. Niet, niet huilen, wel blij worden in ieder geval. Ik heb er wel meer van dat soort momenten meegemaakt. Maar dat een goede game kan dat daadwerkelijk doen. Weet ja. je wel? Net als films, net als muziek. Ja, uh, en, en uh, ik weet niet, mensen die misschien dat uh, top drie uh, best verhalende games item hebben gezien. Uh, bij mij het einde van de Bloody Baron quest in The Witcher The Wild Hunt, uh, Dat was een, uh, een hartverscheurend moment. Die heb ik ook aangehaald, uh, ja. Uh, ja, inderdaad, in The Witcher 3. Um, ik wil de brief wel op een vrolijke toon eindigen. Uh, oh, nou, het zijn inderdaad maar drie alinea's die nog volgen. Dus. Hier gaat Jelle blij van worden. Ik luisterde vanochtend een podcast. Waarin, uh, waar een vers gepromoveerde bioloog aan het woord was over bonobo apen. Nou, daar word ik ook blij van hoor. Hij had het over merkwaardig vele overeenkomsten. Uh, overeenkomsten tussen het gedrag van bonobo apen en de mens. De lockdown kan voor veel apen een hoop stress voor leveren. Voor veel mensen? Voor veel apen. Veel mensen een hoop stress leveren. En influencers ook. Op het moment dat het stress... Wat, 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 niet doen! Doe het niet dan! Op het moment dat het stresslevel van bonobo-apen zo hoog wordt... dat de dynamiek in de tribe niet meer te houden is... en er op een gegeven moment een opening ontstaat... deze stress te ventileren... dat de bonobo-apen massaal groepsorgies gaan starten... om die stress eruit te rammen. Woe. Qua coping en seksueel gedrag... schijnen wij niet veel te verschillen van deze bonobo's... De biologie acht, wanneer de lockdown over is, is de kans op menselijke groepsorgies op straat niet ondenkbaar. <laughs> Jelle, de wetenschap staat achter je. Is dat iets wat Jelle geuit heeft? Ja, hij heeft het altijd over groepsorgies op straat op het moment dat de lockdown wordt opgeheven. Oké. Okay. Ja, misschien word je nog wel genuukte Jelle. Nou, liever niet. Heren, dank jullie wel voor het behandelen van mijn uh, brief. Mede door jullie is het leven cool. Ga ze door, ik blijf jullie supporten met hart van warm de groet. Jeroen, de lange brief meneer. Zo. Daar tussen haakjes. Niet brief meneer. Dit is wel God, dan boek, meneer. denk je, dan dan denk je de, denk je de langste gehad te hebben en dan komt deze voor mij kiezen. Uh, oh. Die, de volgende oh, ja. <laughs> nou, deze is wel iets korter. Oké. Okay. De is langer. De, deze is van The Freeze. Hij zegt: Beste Game Kings. Bij mijn vorige brief had ik nog een backlog van jullie geweldige content, waardoor ik achterliep met, het, met de actualiteiten. En inmiddels loop ik nog maar een weekje achter. Dus hopelijk ga ik binnenkort ook gewoon eens live kijken en join ik in de chat. Nou, waar ben je? Waar ben je? De freeze. De freeze. Niet. Zal die de freeze van zijn achternaam hij, is, hij loopt nog een weekje achter. Zal die de freeze van zijn achternaam dat, dat zou kunnen. Dat denk ik wel. Yeah. Ja. Uh, zoals zoveel mensen waarschijnlijk heb ik momenteel serieuze upgrade dilemma's voor mijn PC. Ik ben benieuwd wat jullie mening is en hopelijk kunnen jullie mij verder helpen met een goede keuze te maken. Momenteel is mijn kast voorzien van een GTX 1070 met een Intel i5-3570K processor en een moederbord met een Intel Z77, Z77 chipset. Ik zit nu dus een beetje op het punt dat mijn upgrade eigenlijk gewoon een volledig nieuwe PC moet worden. Dat, daar zat ik dus al aan te denken, ja. mm -hmm. omdat de basis redelijk verouderd is. Het geld ligt er klaar voor, maar vanwege alle voorraad-issues met de nieuwe generatie heb ik nog even afgewacht. Echter, sinds jullie item over de BBC ben ik toch weer onrustig geworden. Mede ook omdat het heel toevallig een van mijn mogelijke beelds, die ik op papier al gemaakt had, Zo. kwam overeen met jullie BBC. Nou, dan heeft hij wel wat liggen inderdaad. Dan heeft hij een aardig kastje uh, staan uh, straks, ja. Naast een volledig ASUS systeem heb ik ook nog een voorkeur mijn systeem op basis van NZXT case te gaan bouwen. Anyways, dit zijn meer de esthetische keuzes die ik moet maken en komt neer op persoonlijke smaak. Ik heb jullie hulp meer nodig op het technische vlak. Mm -hmm. Mijn nieuwe systeem moet gaan bestaan uit een AMD Ryzen 7 5800X op een moederbord met een X570 chipset, 32 gig RAM en een RTX 3080. Het grootste probleem ligt duidelijk bij de jawel de 3080 prijzen zijn zo belachelijk, belachelijk hoog, en om nog maar te zwijgen over de verkrijgbaarheid. Dat en zeker. ben ik niet bereid om ervoor te betalen. Zelfs dan vraag ik me af of je, überhaupt dan wel, of je hem überhaupt dan wel snel krijgt. Nu zat ik eraan te denken om alvast mijn hele systeem te gaan vervangen en mijn 1070 voorlopig nog te houden. Deze upgrade zal vast nog wel wat meer uit mijn 1070 kunnen persen dan wat mijn huidige systeem doet, maar ik verwacht geen wonderen van. Nu is mijn enige angst dat het dusdanig lang gaat duren voordat de videokaarten weer beschikbaar zijn en tegen wat normale pri normalere prijzen dan mijn andere onderdelen alweer out of date zijn. Ik verwacht het niet meer, maar als ik dan weer naar bijvoorbeeld de release van de chipset kijk, dan is het X3070 februari 2017, X470 maart 2018, X75 juli 2019. Ik X, weet dus, eens... X76 wil die mij zeggen, puntje, puntje, puntje. Uh, ergens twee derde van, van dit jaar. september, september 2020. Ja. Wacht even. T 2020 en dan 2021. Ja, oké. Okay. Ik weet het, dit is het eeuwige dilemma van een PC-gamer. Er komt altijd wel weer iets beters uit. Alleen moeten we dit keer ook nog eens dealen met een gebrek aan beschikbaarheid. Mm -hmm. Wat zouden jullie doen? De upgrade doen en later alsnog de videokaart. Of wachten tot het belangrijkste onderdeel weer verkrijgbaar is. En dan pas de rest erbij zoeken. Alvast bedankt en blijf zo doorgaan met jullie geweldige content. Met vriendelijk goed, The Freeze. Um, nou, The Freeze. Uh, kijkend naar de specs waar je op doelt, de 5800X, de 75 uh, ...moederboord, kijk het moederboord is oké okay verkrijgbaar. Dat moet geen probleem worden. De 8500X daarentegen, die is ook al lastig verkrijgbaar. En die is dus ook al duurder dan dat die eigenlijk zou moeten zijn. Um, dus dan zit je zowel met het probleem van de lever leverbaarheid uh, van het uh, van, uh, processor... ...en natuurlijk die 3080. Um, mocht je wel die, uh, die processor en, en je RAM en je, je moederboard kunnen fixen... ...maar dus de 3080 niet... Ja, dan zit je met zo'n een, een zware, gigantisch grote bottleneck door je, door je videokaart. Dan heeft het bijna geen zin om op zo'n moment te gaan upgraden. Dus ik zou zeggen, uh, wacht tot alles weer een beetje normaal verkrijgbaar is. En tegen die tijd zal er ook wel een 3080 Super zijn die je voor niet al te veel meer hopelijk uh, dan kan krijgen. Uh, ik weet niet wat jij ervan denkt. Nou ja, ik zit wel te denken, het zou geen kwaad kunnen om je processor. Hey, dat joh, zeker niet te, maar, te wat vernieuwen. Je, wat je kan doen, is gewoon even een tijdelijke, niet al te dure upgrade doen. Die 1080 of die 1070 is oké okay voor nu. Om nog even op te gamen. Um, mits dat in combinatie met die processor en, en je moederbord nog steeds prima werkt, dan zou ik gewoon even wachten tot het allemaal weer een beetje verkrijgbaar is. Want anders betaal je echt de hoofdprijs nog meer dan de premium prijs die je al klaar hebt liggen voor je dikke kast. Um, want... Afgaande op de specs die je wilt hebben, uh, dat geld wat je daar nu voor betaalt, uh, daar heb je eind dit jaar, tenminste ervan uitgaan dat er dan weer een beetje voorraad is, dan heb je er een 5900X voor en een 3080 Super, bij wijze van spreken. Um, maar ja, dan, dan krijg je weer, zijn tegen die tijd zowel de processor als de videokaart wel verkrijgbaar. Weet je, de, de komende tijd zal er echt keihard op gejaagd worden, op die dingen. Ja. Nee, ik zie bijvoorbeeld een 3770K 37, zie ik langskomen. Uh -huh. Als je, want hij zit met een. Um, wat heeft hij nou? 35? 35? 3570, <laughs> ja, i5 3570K processor. Ja, als, je, als je gewoon even een kleine tijdelijke upgrade aan je processor geeft, dan kun je, je net weer even dat beetje vooruit. Om, oké, okay, je, je gaat niet op de hoogte specs en, en op, uh, je, het zal zich beperken tot 1080p gaming, uh, waarschijnlijk. Um, maar dan kan je even vooruit, en dat is gewoon: je betaalt nu 100 euro extra om, jou, om jezelf uiteindelijk 600 euro te besparen, omdat je niet de premium meer betaalt. Ja. Door, de, door het gebrek aan, ja, daar kun je nog in ieder geval wel uh, tot eind dit jaar mee vooruit en dan loopt het allemaal net wat lekkerder, wellicht. Ja, dus uh, dan, dan zou ik gewoon inderdaad je, je 1070 houden, uh, datgene wat je hebt uh, houden. Processor upgrade je om dan uiteindelijk, uh, hopelijk later dit jaar, wanneer prijzen hopelijk weer wat normaler zijn en de beschikbaarheid ook weer uh, daar is. Ja. Hè? Of je steekt nu 3k in Bitcoin en uh, eind van het jaar haal je het eruit en dan koop je er een betere PC van nog. <laughs> Oké, okay, uh, okay, Boris. Silence. Oké, okay, Boris. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Dat, uh, dat, dat, in dit geval, ik zou gewoon even wachten. Doe gewoon een hele kleine upgrade waar je net even. Geld dan kwijt bent wat je niet gaat missen. Um, en, en kijk gewoon op den duur wanneer alles weer normaal verkrijgbaar is... en de prijzen dus ook weer een beetje normaal zijn... want ik heb die prijzen gezien, dat is echt niet normaal. Je betaalt voor een 3060 TI... die er nu net is of net aankomt... betaal je al eigenlijk zoveel als een 3080. Ja. fucking, fucking bizar. Bil dat bedenk je niet. Bizar. Ja. Bilachelijk wou ik zeggen. Bil bilachelijk. <laughs> bizar en belachelijk tegelijk. Ja. Dus, uh, dus ja, dat, dat, ik, ik zou gewoon even dat proberen te overbruggen... met een he hele kleine injectie. hele kleine uh, kapitaalinjectie... in je huidige beeld. En dan... Uh, tegen de tijd dat het een beetje normaal verkrijgbaar is. En dus waarschijnlijk de superversie van die 3080. Er is, uh, weet ik veel, die, uh, die 5800X misschien ook wel al een upgrade heeft gehad. Want dat gaat tegenwoordig zo snel. Uh, het, het, het gaat sneller als met telefoons. Die, die processoren en, uh, en videokaarten. Um, dus ja, wacht gewoon eventjes, zou ik zeggen. Het is wat Cross zegt. De meerprijs voor de processor is nog net te verantwoorden, vind ik. Daar ja. Ja. Ben, uh, ben ik mee eens. En, en als het goed is, wordt er ook wel iets gedaan aan het hele miner-geval uh, met videokaarten. Want Nvidia is bezig om, om een beetje een soort van gescheiden markt te maken. Dan denk je van: waarom hebben ze het niet al lang gemaakt? Want elke gamer die een beetje normaal budget heeft, die wordt nu genaaid door de, de miners die, die alles in, alle videokaarten opkopen. Nou, nu hebben ze die, volgens mij, die 3060 Ti zijn ze mee bezig om die minder aantrekkelijk te maken. Of die hebben ze minder aantrekkelijk gemaakt voor miners, zodat het wat beter. Uh, is voor de gamer om, om nog te kunnen kopen. En uh, ik, ja, ik, ik hoop dat ze dat gewoon heel erg gescheiden gaan houden. Weet je, maak gewoon videokaarten voor miners waar je echt gewoon drie keer zoveel voor vraagt. Laat hun dat lekker kopen. Zeg, oké, okay, dit, dit zijn de kaarten waar de gamer geen rate aan heeft. Dit zijn de kaarten waar de gamer wel wat aan heeft. En de miner niks. En dat zijn gewoon een beetje normale, toegankelijke consumentenprijzen. Mensen zeggen, oh ja, het is onzin wat je zegt over 30-60 miners. Kopen die nu al op? Ja. Nou ja, ik, ik weet niet hoe dat zit, maar ze hadden het erover. Laat ik het zo zeggen. Mm. <laughs> ja, misschien gaan ze er alsnog iets aan doen, uh, weet je wel. Ja. Maar dat is. De freeze. Oh, ze worden al gehackt ook. Ja. Apart. Ja, uh, maar wat betreft uh, je, je kast, uh, ik denk dat een NZXT-beeld wel heel mooi zou kunnen worden. Ik ben, ik ben wel benieuwd hoe die er dan uiteindelijk uitkomt te zien. Want je hebt natuurlijk je hebt die normale en dan heb je die elite. En die elite heeft ook weer een glazen voorkant, vind Want die heeft Koos bijvoorbeeld, nu volgens mij die HV. 550i Elite gok ik en die uh, ja, die ziet er fucking smooth uit. Sowieso, die NCX die zijn heel mooi en heel wel populair ook. Dan ga ik wel door naar de volgende, yes. En de volgende is van niemand minder dan Reindert. Dit is niet een hele lang geluk, maar het zijn wel twee vragen, beste Game Kings. Oh, wacht even. Dit is eigenlijk een beetje uh, naar aanleiding van de vraag die wij vorige week stelden... Uh, na Brief van Maandag, uh, van uh, wat zouden jullie doen tegen scalpers? Hier heeft uh, Reindert wat oplossingen voor het scalpingprobleem. Wat is onze mening hierover? Nummer 1. Een veiling. Voor de eerste badge brengen alle gamers een bot uit. Bijvoorbeeld 5 miljoen gamers brengen een bot uit op 1 miljoen beschikbare PlayStation 5's. De miljoen gamers die het hoogste hebben geboden krijgen de console... Zo doe je dat een paar keer voor een nieuwe badge... tot er voldoende consoles op de markt zijn... die dan tegen normale kruis, prijs kunnen worden verkocht. Scalpers verdienen nu niets meer. De gamer betaalt helaas net uh, als nu wel iets meer... maar de winst gaat naar Sony. Dat was, uh, dat was optie 1. Wat denk jij? Ik kan daar niet in meegaan. Ik, 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 uh, ik ook niet. Want wat je dan krijgt is dat scalpers alsnog uh, hoger gaan bieden... dan jij waarschijnlijk. Uh, en um, alsnog weer nog net iets hoger uh, online gooien, dus je houdt ze daarmee niet tegen. Je zorgt alleen dat hun winst wat kleiner wordt waarschijnlijk. Ja. Nummer twee: een soortgelijk systeem is waarbij Sony de eerste 1 miljoen PlayStation 5's aanbiedt tegen 1000 euro en dan bijvoorbeeld de tweede batch tegen 900 euro enzovoort. Nee. Ja, maar de, de, hoe, hoe gaat dit? Hoe, hoe pakt dit positief uit voor de consument? Ja. Niet. Want die die, 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 die betaalt die... nog steeds dus duizend euro voor de eerste batch. Dat uh, gaat het niet worden. Nee. Het moet een situatie zijn waarin de mens, de normale consument, de gamer die uh, die console wil hebben ook echt en niet wil doorverkopen gewoon wel de normale prijs betaalt. Um, zien jullie dit systeem zonder scalpers wel zitten? Dit is pas uh, echt een vrije markt. Iedere gamer betaalt de prijs die hij zei op dat moment wil betalen voor een nieuwe console. Nou ja, ik... Ik snap je overtuiging, maar het is niet een... Het is vrije markt, maar het is niet consumentvriendelijk. Nee. Doe dan maar, wat ik ook in de chat een aantal keren al terugzie... Doe dan maar à la uh, sneakersloading. Uh, ja. Ja. Maar, ja, maar ja, wie zegt dat daar? Geen scalpers, nee, sc maar de, de scalpers tussen zitten dan, weet je wel. Hmm. Um, ja, ik, ik, ik ga er toch nog een keer over nadenken. Wat, wat zou je moeten doen tegen scalpers? Zijn er mensen in de chat die nu ineens al zo... Poef, ...vergasificatie oplossing... ...tegen scalpers hebben. Alleen Sony laten verkopen. Alleen Sony laten verkopen. En het moet... De, uh, ...op een bepaalde manier moet je verifiëren... ...wie jij bent. Afgaande op je uh, Playstation profiel. Maar ja, daar kun je natuurlijk ook gewoon... ...alle minuten aanmaken. Verkopen over de toonbank. Yep. En dan één per, per persoon. En uh, ID. Eentje per PlayStation Network ID. PlayStation Network ID, ja, oké. Okay. Dan, dan voel je het erg ver door. Maar, maar ja, dat is wat ik zeg. Je kan. Maar er zijn mensen die ongelimiteerd... nog geen PlayStation ID hebben. Nee, maar dan moet je dat van tevoren doen. Maar okay. dat is dus een ding. Er zijn uh, ongelimiteerd aantal PlayStation uh, Network ID's aan te maken als je wil. Met een mm -hmm. ander e-mailtje. Het um... is tricky hoor. Het is tricky. Er ja. is niet één gouden oplossing voor te vinden, ja. denk ik. Scalpers zullen er altijd blijven. Ja. Um, maar er zullen vast manieren zijn... om, het, ja, ik, om de hoeveelheid ik, scalpers... te limiteren. Ik hou het gewoon lekker bij fysieke verkoop alleen. Weet je, als ze dan alsnog willen scalpen... dan is dat uh, doordat ze... iemand anders inhuren om uh, voor die winkel... te gaan liggen. Ja. Uh, eentje per ID of paspoort. Gewoon, uh, gewoon fysiek afhalen. Ja. Kopen met BSN-nummer vind ik wel erg... erg vergaand. -um dat, maar is die, toch zijn, een... die zijn niet te kopiëren. Nee, dat is waar. Maar ik vind dat je dan wel heel erg de, de privacy, de grenzen van privacy, een beetje uh, uh, aan het overschrijden bent of zo. Ja. Doe dan, hou het dan maar bij één PSN-account. Ja, dan kun je misschien wel heel veel accounts aanmaken. Maar ik vind ook wel dat als je hem fysiek afhaalt en ze zien dat je voor een tweede keer komt. Dat je 30 seconden lang in elkaar geslagen moet, ja. Deze is ook goed. Je mag alleen kopen als je gevaccineerd bent. Natuurlijk, ja, dat, dat sowieso al, ja. Ja. Ja, ja. 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 De zijn vast oplossingen, maar het is niet makkelijk. Klote scalpers. Het enige dat je tegen scalpers kan doen, is dat niemand van een scalper koopt. Ja, hetzelfde. Van je, dus ja, het enige wat je tegen je uh, kan doen, om microtransactions te mi ja, ja, de microtransactions kunnen doen, is niet gewoon niet kopen, ja. Dat is helaas niet het, het enige wat heeft. je tegen Nintendo met hun luie remasters kunt doen als Zelda is gewoon niet de game kopen. Nou, heel fucking Nintendo fanbase koopt die game. Dus maak je geen zorgen. Precies. Ja, dus dat is, uh, dat is jammer. Maar dat, dat is hoe het in een ideale wereld zou gaan. Maar dat is helaas niet hoe het gebeurt. Want er zijn altijd verwende kindjes die even van papa of mama uh, via Marktplaats gekochte 1000 euro kostende PlayStation 5 krijgt. Kleedlijst. Met vriendelijk groet. Radio Reindert. Radio reinde Ik zeg het gewoon. Uh, even kijken hoor. Deze is afkomstig van Cocobongo. Ah, hey Game ja, Kings. Ja, ik ga het heel kort houden. Nou, niet echt Cocobongo. <laughs> en dus ben ik benieuwd naar jullie mening over de volgende vraag. Wat vinden jullie ervan dat Warzone nog steeds geen FOV slider heeft voor next-gen consoles? Of überhaupt een echte next-gen versie uitgekomen is, behalve dat de serie... Series X-versie op 100/120 FPS draait nu. Uh. Um, dat, is, uh, dat is helaas een uh, probleem van de console flaps. True. Zou, je zou toch denken dat dat wel moet kunnen inmiddels. Er zijn inmiddels toch wel console-games die, uh, die dat ook hebben. Is dat niet met Destiny 2? Ik snap, ik snap niet waarom dat zo'n zo ding moet zijn trouwens. Ik speel, ja. niet, ik speel niet met 100 graden field of view, hoor. zo'n fish eye. Nee, bij mij staat hij op 80 bijvoorbeeld. Uh... Ja, volgens mij heb ik standaard 90. Mm -hmm. Vind ik al waard genoeg. Ja, maar, uh, Ja, weet je, 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 er valt heel veel te zeggen over Warzone op uh, console. Ja, op PC ook trouwens. Uh, dit, dit, dit is nou niet bepaald het grootste probleem dat Warzone uh, tekent. Denk het niet, nee. Zit een, heb jij nog veel uh, gespeeld laatst? Ik en... heb het afgelopen season 2. Ja. Heb ik een avondje gespeeld. En uh, nog uh, cheaters tegengekomen, mm. problemen tegengekomen? Mm, weinig. Weinig. Maar ze zullen er vast en zeker nog wel zitten. Ja, er er schijnen ik toch ook wel. steeds weer glitches terug te komen. En... Ja, daarom, maar dit, want daar had we de vorige keer, dat is inmiddels nou wat het zal zijn, iets meer dan een maandje geleden, was het nog heel erg met die stim glitch. En uh, 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 andere trucjes om, om ongelimiteerd buiten die ring te blijven en zo. Ik weet niet, is het nog steeds uh, gebroken? Ja, bust, als Buster het zegt, dan werkt het zeker. Oké. Okay. Die speelt dagelijks ff, minstens zes uur per dag. Ja, en toch wordt er nog heel veel mensen gespeeld. Zeker. Um, ik ben een doorgewinterde PC-gamer, maar heb een Series X aangeschaft om ook lekker comfortabel te gamen. En niet onbelangrijk om een tussenweg te zoeken tussen gamen en samenwonen met mijn vriendin. En in plaats van altijd in een kamertje achter een mouse en keyboard weggestopt te zitten, samen op de bank. Of met een schermpje extra in de kamer te zitten. Hoe doe jij dat? Hoe jij, krijg jij het voor elkaar dat je zo vaak live kan met je stream? Is het gewoon omdat het brood op de plank moet komen en dat is een goed argument? W wat is hoe vaak? Ja, jij, jij bent deze week de afgelopen bij. week dan elke avond, maar dan is het vier à vijf uur. ja wanneer uh, vriendin en kleine meid al liggen te slapen. oké okay. die gaan om acht uur negen uur gewoon ja. naar bed. ja dat is voor mij dan het moment om uh, gewoon uh, naar mijn uh, werkruimte te gaan. Ja, ruimte. Okay. dus en uh, plus was twee dagen weg. daarom kon ik wat vaker streamen. maar uh, ja ik stream drie avonden in de week. ja over het algemeen. Dus dat is die balans is, is, is gewoon goed. Weet ja. je wel. Ja, het ding is, ik, ik, ik uh, kijk graag met mijn vriendin een filmpje op de bank of zo. En als, dan, als zij dan gaan pitten, en ik zou eventueel nog live willen gaan, ik ga niet meer om, om half elf, kwart van elf live. Of, nee, uh, snap ik. Maar dat is mijn voordeel. Dan, dan ga ik even een uurtje gamen nog en dan weet ik veel, een beetje porno checken en dan ook naar bed. Maar niet, ik ga niet uh, dan nog uh, twee, drie uur live uh, streamen. Um, ik vind dat vind ik bijvoorbeeld zo grappig om met Kevin Kevin die ik zie Kevin nog steeds zo vaak live gaan die gozen. ja nou ja nog steeds v toch wel vaak vier dagen in de week of maar zo dat vind ik, ook gewoon vrouwelijk kun je nagaan en al die en en, ja. en om een om een schappelijke tijd hè niet niet uh, tot uh, tot drie uur s'nachts. van zo. zeven tot elf bijvoorbeeld of zo nou, zeven tot elf ben ik gereserveerd kan ik je vertellen ja nee snap ik maar ik vind het, ja, ik vind het bijzonder en zeker ook streamers bijvoorbeeld uh, die een relatie hebben en gewoon zeven dagen in de week Streamen, Nou, kan je vertellen? Ja, op veel plaats. van die relaties, nee, maar veel van die relaties die, die gaan het niet, uh, die gaan het niet redden. Nee, ik vind, ik vind. to break it, it to vind, you, maar ik vind het, dat het, is ik wat vind het is. knap. Ik vind het knap dat ze het doen. Ik kan het niet, voor mezelf niet en voor mijn relatie niet. Ik zou nooit van mijn leven zeven dagen in de week, Doe, elke, vak... ga ik gamen. Ja, nee, maar, maar dat komt eigenlijk sinds de geboorte van uh, de kleine meid van ons komt dat zelden nog voor dat ik gewoon voor mijn lol. 4, 5, 6 uurtjes gaan gamen. Ja. Dat was in het verleden wel anders. Maar ja, weet je, prioriteiten, man. Prioriteiten. Sowieso. Uh, even kijken. Nou ja, hoe dat hij het nu opgelost heeft met de console bevalt heel goed tot zover. Alleen snap ik dus niet waarom Cold War onder andere wel een FOV-slider heeft op console en Warzone nog niet. Dit maakt de switch tussen games met een FOV-slider en Warzone heel vervelend. Vinden jullie niet dat een game zo populair als Warzone niet wat meer aandacht kan geven aan een functie, waar een groot deel van de playerbase op de Next-gen consoles al erg vaak, om, erg vaak om gevraagd heeft. Andere games hebben dit erg snel kunnen regelen, vooral op de Series X, maar ook PlayStation 5. En Warzone blijft naar mijn mening erg achter. Ik ben benieuwd naar jullie opinie. Goedjes, Coco Bongo ja Hij heeft ja, absoluut een punt, maar er is een hele het. waslijst aan shit Daarom. bij Warzone. Die, ik, ik vraag me af waar, 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 waar deze, op welke plek deze in die hele waslijst staat. Um, want ik denk bovenaan uh, de prioriteitenlijst staat geld verdienen. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, en heel erg ver daar beneden staat cheaters aanpakken, bugs en glitches aanpakken. En waarschijnlijk nog daaronder staat uh, het aanpakken van een FOV slider. Ja. Maar de eerste tien punten zijn... geld verdienen, geld verdienen, geld verdienen... Ja. vettere microtransactions implementeren... nog meer geld verdienen. Het en ding is, de, nog de, meer geld verdienen. FOV sliders... Verdien je geen de, geld mee. Nee, maar dat is typisch een PC-ding. Ja, dat is... Gevoelsmatig, ja. weet je wel. Uh, console gamers hebben nooit... Uh, tenzij ze ook een PC hebben... Uh, maar ik bedoel, de pure hardcore consolespelers... FOV sliders... Ik kan ze echt geen ene reet boeien, volgens mij. Dus ja. het is dat jij erover begint, omdat jij ook een PC hebt en je, je dus weet van wat een F of slider kan betekenen voor jou en je ja. en je gameervaring, maar de meeste uh, console spelers hebben er helemaal niks mee. Dat, dat, dat maakt ze maar niet uit. Als ze maar gewoon een beetje kunnen knallen, mm -hmm. als de frame rate maar een beetje stabiel is en er niet te veel glitches in zitten, dan ja, is het helemaal uh, prima. En, en uh, zolang de grootte van het bestand maar goed geoptimaliseerd is, dat, nou, die staat bovenaan. Oh, die staat ja, bovenaan. Nee ja nee, dat is echt uh, helemaal top uh, voor de console spelers. <laughs> ja, je hele fucking schijf staat bijna vol met uh, fucking ja, Call of Duty. Je, je kan de PlayStation 5 en 4 eigenlijk ook alles wat wat minder dan een terabyte dan geheugen heeft, kan je nu gewoon letterlijk verkopen als een warzone machine. Ja. Als je het gezien hebt, wil je niet meer zonder. Ja, maar dat is het ding. Ze zien het niet, want ze hebben geen game PC. En wat je niet ziet, kun je ook niet weten, of zoiets. Weet je wel? Als jij niet ziet wat voor impact een eh, FOV slider kan hebben, mm -hmm. ja, dan doe je, dan, dan doe je, de, je neemt het gewoon voor wat het is, weet je wel. En, ja. Uh, nou ja, maar goed. Zal ik dan doorgaan naar de volgende? Dit is, ja. is een hele lange dat is een hele lange oh, shit. Van Dennis. Beste GameKings. Zijn er op de redactie ook mensen die motorrijden? Zo ja, wat rijden zij met vriendelijk goed Dennis? Nee, volgens mij niet. Nee. <laughs> wat uh, heb, jij, heb jij al je rijbewijs van? Nee. Nee? Van plan te halen? Ja. Dat gaat vast wel een, een moment komen. Wat voor auto's zou je willen rijden? Een Audi. Een Audi, uh, zo'n A1 of A3, wat is dat ding? Een kleinere? Oh, een basic. Ja, zo'n kleintje. Ja. Die vind ik vet, ja. Ik woon in Amsterdam, man. Hoe kleiner, hoe beter in principe. Maar ik moet wel een beetje comfort hebben. Eigenlijk. Ik rijd in de Daihatsu Terios van mijn moeder. Oftewel, zoals ik hem vaak noem, de verkrachterscheap. Heel vet. Ja. Er zijn genoeg mensen met een rijbewijs bij Game Kings, hoor. Uh, Inmiddels oh. wel. De, de, maar het is, het is, ik vind het opvallend hoe, hoe, hoe weinig mensen alsnog uh, relatief gezien... Uh, want Koos die heeft zijn rijbewijs nog niet... Jij heeft wel, volgens mij. Nee, jij ook niet. Ook niet? Nee. Jij heb jij een rijbewijs? Nee. Koos niet, Heeft jij, jij een rijbewijs? Nee. 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 Wauw. Oké. Okay. Nee. Maar, maar autorijden kan ik verder prima. dat heb ik in het verleden al vaak genoeg gedaan. En, uh, maar ja, gewoon nooit aan toegekomen uiteindelijk om uh, voor mijn rijbewijs op te gaan. Uh, maar nee, nee, verder niemand. Althans, eh, Steven ja. heeft geen rijbewijs. Boris, jij... Jelle, ja. Ruben, that's it. Ja. Jezus. <laughs> maar daarom, jongens. Wij denken tenminste. Aan het milieu. Aan het milieu. Al ja, het ja, precies. Ik pak gewoon het openbaar vervoer en de fiets. Helemaal prima. Of de benenwagen. Ik, ik, ik kom maar prima. Ik kom overal. Ik red me uiteindelijk allemaal wel. Mm -hmm. de uh, is voor ja. Deze is van Jorik de Boer. Hij zegt: beste Game Kings, onder de naam Gamen met politici gaat Roel Maalderink van het Algemeen Dagblad met vijf Nederlandse politici... op Twitch een potje Mario Kart, FIFA of Among Us spelen. Zien jullie dit als een goedkope schreeuw om aandacht... of een slim initiatief om de politici beter te leren kennen? Welke game vinden jullie het leukst om, op, om gespeeld te zien worden... naast iemand op de bank of via... Oh, wacht even, sorry. Laat ik het eerst bij het eerste stukje houden. Dat is grappig. Want... Ik vind het grappig, ja. Dan zie je uh, tenminste een beetje een andere kant... Van, de middenmenselijke kant van de politici, politicus. Uh, maar volgens mij gaat Dingetje dat ook doen. A serpent Gameplay, uh, hoe heet die? Dingens, Rick, Rick, ja. Rick Broers. Rick Boers, Boers, Broers. Met wie? Hij begint volgens mij deze week vrijdag met Cherry uh, Baudet. Serieus? Ja. Wat gaat die? Wat gaat die, uh, spelen? Ze gaan. Een, en u, volgens mij gaan ze een uurtje, <laughs> ouwe, een uurtje gamen en een uurtje uh, ouwe hoeren en een uurtje over politiek ouwe Oké. Okay. Dat is dan wel grappig dat dan. Uh, Jerry Baudet als eerste ja. Op, ja, ik ben benieuwd. Welke games ze gaan doen? Among ik ben benieuwd. Us. Ik vind it Among it al... Us vind ik wel echt een uh, Cherry Baudet. Oh, ja, Among Us met politici man. Da, oh. Jezus. Dat ja. wordt moeilijk. Benieuwd of hij hem gaat uitzitten. Of hij niet halverwege weer opstapt. Nee, deze vraag ga ik niet beantwoorden. Ja, maar ja, wat vinden we van? Ik, maar ik is vind het toch wel een groot scherm aandacht? Het is een manier om de jongeren te bereiken. En uh, ze zien nu denk ik ook wel in dat uh, weet je wel, gaming en, en het uh, livestreamen. Uh, zeker in tijden van corona, uh, hè, waarin uh, sociaal uh, sociaal omgaan met elkaar, ja. dat dat gewoon steeds meer online gebeurt en dat zo'n Twitch daar een catalysator in is en laat zien dat socializen in de lockdown kan op die manier. Ja, 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 ja. Maar ik, uh, ja, ik, ik, ben benieuwd. Ik, ik denk dat het voor, ik denk dat het juist vanuit de kant van de politici wel echt een uh, uh, goedkope schreeuw om aandacht is. Want en, en net als dat ze heel vaak de jeugd proberen te bereiken door social media posts met was dan straattaal gebruiken. <tok> dat vind ik zo vind ik zo misplaatst. Ja, absoluut. Het lukt zo niet. Moeten ze vooral oh <tok> niet Oh my god, doen. heb jij vragen aan de scout? Nou nee, alsjeblieft niet. Ik vind het zo ik vind het zo <tok> cringe. Um, en die tweede vraag: hoe zit het met die tweede vraag? Skate great. Uh, welke game vinden jullie het leukst om gespeeld te zien worden naast iemand op de bank of via een stream? Ik vind het sowieso leuk om uh, games uh, gestreamd te zien worden, waar ik niet goed in ben, maar anderen wel. Ik vind bijvoorbeeld leuk bij jou uh, Rainbow Six te kijken, omdat ik dat niet kan en jullie kunnen het enigszins. Mm -hmm. <laughs> uh, ja, ja, toch een platinum gehoord ja, vorige week. Platinum, platinum, Ja. Plat, 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 plat. ja. Um, ja, gewoon vaak dingen die iemand in heel goed kan... vind ik gewoon vet om te zien. Weet je, iemand die goed is met Planet Zoo... waarvan ik dan ook weer kan leren... vind ik bijvoorbeeld ook wel eens. Ik zit even na te denken, joh. Uh... Dark Souls, no hit runs. Nee, daar begin ik niet aan. Om ik... te kijken, hè? Ja, Jeet ik, ik vind doen? het niet leuk om te kijken. Ik word daar lichtelijk gefrustreerd door. Ik vind het prachtig dat zo'n happy hobby... happy, uh, oh, happy, happy hobby... dat hij dat voor elkaar krijgt... met meerdere games achter elkaar... Mm -hmm. Maar um, ik weet niet, man. Het, het, het laat me zo niet gevoelen. Zo, zo, zo noobish. Zo, fuck. Ja. Hij laat het zo easy ogen, man. Ik vind het niet leuk om te kijken dan. Um, ik weet niet, ik weet, niet, ik, ik kijk eigenlijk nooit echt mee met iemand op de bank. Nee. Dus ik zou het niet. Ik weet, niet, ik vind. Uh... Ja, vroeger vroeger deed ik dat, omdat ik het zelf niet kon. Dan keek ik naar mijn zus die. Uh, uh, Ocarina of Time aan het spelen was. Hmm. Maar dat was meer omdat ik het zelf niet begreep. Na te denken, voetbalpotjes of zo. Dat is leuk als je met vrienden ja. voetbal, voetbal aan het spelen bent of zo. En dat is het leuk om mee te kijken. Ja. Mijn vriendin vindt het leuk om of vond het leuk om Skyrim mee te kijken toen ik dat speelde. Beetje fantasy shit en zo. Ik kan nog een beetje samen erover nadenken. Zo. Dat is wel lach. Captain Crummy uh, kijkt liever naar dames die twister spelen. Dat mag, dat kan. Ja. Daar ben je uh, op Twitch ook wel aan het goede adres, denk A ik. Amorant, Amorant. wil nog wel eens. Uh, Twitter. Of uh, twi Just twi dance, spelen. Uh, Al weet ik van wat allemaal. Just dance. In Nederland heb je ook een paar uh, leuke Just Dance dames en heren. Oh? Volgens mij, ik zat, ik zat gisteren even een rondje langs de velden te maken. En toen zag ik, toen zag ik CSM, Shores, zag ik Just Dance spelen. Nee, ik zag hem een soort Just Dance spelen. Ik keek niet met het geluid. En dat maakte het nog, nog funnier. Dat ik denk van, guy, gast. Oké okay, man, hey hartstikke leuk wat je aan het doen bent daar. Uh. Maar, uh, maar geen, uh, het zag er niet uit. Er zit geen sol in die Maar hij er geen stokbrood in de hoofd. Hij heeft, nee, hij, heeft, hij heeft niet zo'n stokbrood gewassen, nee. <laughs> <laughs> nou, uh, on, man. Vind ik vind het het mooiste, mooiste clipje van de laatste tijd. Sorry. Dus Al ja. oh, was met Dance Dance Revolution gebeurd, oké. Okay. Ah, okay. nee, ik, ik, ik zat zo te kijken, dan zie ik. Er zit er zat helemaal geen soul in. Shores, je beweegt als Pinocchio, man. Put some soul into it, jongen. Waren het uh, white, uh, white boy dance moves? Dat waren echt extreme white boy dance moves, inderdaad. Maar wel respect dat hij het doet. Ik, ik zou ik, ik ga niet aan dansen. Hartstikke uh. leuk, man. De volgende is van Jordi Plat. High Game Kings. Ik heb onlangs een nieuwe Alienware laptop gekocht en wil weer eens als vanout beginnen aan World of Warcraft. Vroeger heb ik hier veel leuke herinneringen aan gehad, maar twee, na twee of drie expansions heb ik nooit meer verder gespeeld. Nu wil ik weer eens opnieuw beginnen aan deze game. Mijn vraag luidt dan ook, speciaal voor Skate: <coughs> is het mogelijk om in World of Warcraft alle oude expansions nog te doorlopen? Of kan ik alleen nog maar de nieuwe Shadowlands expansions doorspelen expansion doorspelen. Ik wil eigenlijk alleen nog maar uh, spelen voor de verhaallijn. Als ik de oudere delen niet meer kan spelen, dan is de game het voor mij niet echt waard. Alvast beantwoord. Alvast. Be dank voor het beantwoorden van deze vraag. Via Chromie mode kan dat. Is dus dat? Het kan allemaal nog. Ja. Ja. Via Chromie mode. Ja. 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 dat denk ik ook. Dat... Ik weet niet meer. Nee, dat heb ik laatst wel nog uh, gelezen. Ja. ja. Laatst uh, twee seconden ja. geleden zelfs zonder mod is het gewoon uh, te doen. Ja, je kan je kan toch, je kan gewoon alle expansions spelen, toch? Ja, ja joh, het kan gewoon. Dus gewoon doen, gewoon doen. Ik ken ik ken een paar mensen, even kijken wie die uh, kunnen je dan heel goed bij begeleiden. Ja, maar het is zelfs als bijvoorbeeld een Final Fantasy XIV. Uh, die ja. game is natuurlijk al jarenlang uit, uh, Final Fantasy XIV online. Maar ja, ik ben nu met de base game begonnen. En ik ga gewoon al die expansions ook één voor één af. Ja. Uh, ik wil ze gewoon allemaal spelen. Ik wil die volledige ervaring, weet je wel. Maar ben je? Ik zit nog. Mee, ik, ik moet nog. Ik moet hem weer opgepikken, want ik heb een paar weken even Ja, ja, ja een, paar, een paar weken geleden dat je hem voor het laatst. Precies. Ja, ik ook, dus ja. ik, ik ben nog even in afwachting van uh, wat uh, dingetjes. Maar uh, ja, dat zou tof zijn als ik dat weer kan oppikken. En dan wil ik gewoon echt uh, met mijn monk en in de toekomst mijn samurai al die fucking uh, expansions gaan doorlopen dat en dat zijn er nogal wat. En er komt er natuurlijk er komt een nieuwe expansion aan ook nog. Uh, in april gaat die, uh, die oh beta God. van start op uh, de PlayStation 5. Yep. Dus uh, er is genoeg te doen, in ieder geval. Maar, uh, en, en, en sowieso, die uh, expansions die zijn tering groot in principe. Mm -hmm. Niet alleen qua verhalen, maar ook de, de andere dingen die er te doen zijn. Dus uh, nee, dat is uh, zeker vet. Maar daar hadden we het niet over, dat het over W of W. Ja, daar nou, heb ik weinig ervaring mee. Sepje zegt dan ga geen classic en zo spelen, zou ik zeggen. Al je progressie in de put stoppen. Beter gewoon in retail alles overnieuw doen. Dan blijft je progress en alles bij je. Ah, ja, dat dacht ik al. Ja. Dus, uh, maar uh, vooral uh, doen zou ik zeggen. Stappen gewoon in en pak gewoon alles mee. Ja. Volgende is voor jou. Uh, ja. Deze is van jappie 1981. En ik zag hem heus wel zitten in de chat, hoor. Dat is de laatste. Hè? Ja. Nou. Uh, beste Gamekings, ik wil jullie bedanken voor alle gave content van de afgelopen tijd. Dit helpt mij enorm tijdens deze coronatijden om vrolijk te blijven. Ik kan je aannemen, ook wij hebben het best moeilijk af en toe, hoor. Ik niet. Nee? Nee, ik ben geen influencer. Oh, nee. Nee, dat is waar. Nee man, oké. Okay. Nee, heb jij nooit Charles uh, thuis zitten? Want... Nee, man. Jesus. nee man. Jezus. Nee man. Best kut Echt. allemaal man. Ja, heerlijk. Ik geniet van de eenzaamheid. Hmm. I am legend. Ja, voor mij is er niet zo heel veel veranderd in het afgelopen jaar, moet ik je eerlijk zeggen. Nee, daarom. Uh, maar ik, ik ga zelfs vaker naar buiten vandaag de dag. Plus werktechnisch ben ik er alleen maar op vooruit gegaan. Ik werk in een business waar uh, die is geëxplodeerd door fucking corona. Dus. Alles en uh, elke conferentie is tegenwoordig niet meer uh, fysiek, maar is digitaal en livestreaming is daar de oplossing voor. Dat is jouw geluk. Dat is jouw geluk inderdaad. Ja, mijn geluk is uh, de geboorte van mijn kleine. Want Daarom? Ik, ik loop nu elke dag uh, anderhalf, twee uur gewoon lekker buiten rond, weer of geen weer. En ik uh, voetbal nu pak een beetje drie, vier keer per week. Gewoon lekker in de Mag ochtend. Mag dat nog? In de ochtend in mijn eentje. Maar je bent nu toch ouder dan 27? In mijn eentje, in de ochtend. Oh. Niemand die er last van heeft. Geen vervelende kinderen op het veld die altijd fucking vuilnis achterlaten. Dus dat? Oh ja, die shit inderdaad, ja. Oh ja. Maar ja, nee, maar, maar kom niet aan onze vrijheid hè? Ik ben meer buiten dan ooit. Maar kom niet aan onze vrijheid. Ja, ik, mis, ik mis wel een biertje in de kroeg. Dat dan weer wel, inderdaad. Ik mis wel het feit dat je hier uh, blast in loopt en dat je gewoon even zegt: hey Nia, mag ik even een portie kip en een biertje. Oh. Ja, oké. Okay. Ja. Het, het, het is, het is, ik merk wel... Even een gamepje spelen. Ik ben wel meer whisky... Mijn, mijn whiskyconsumptie is wel uh, groter geworden. Van mij ook. Ja. Omdat ik er ook pas mee begonnen ben. Maar ik merk dat het snel gaat. Te snel. Uh, wat, 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 is, wat is een normale consumptie? Eén fles, fles per maand? Een maand? Ja. Ik jagen nu wel gewoon in een week, een anderhalf, anderhalf week een fles doorheen. Uh, oké, okay, nee, zo snel ga ik nog dat is Misschien wel iets te veel van het goede, je moet wat, weet je wel? Oh. Dan maar drinken. Ja. Uh, oh goed, maar uh, hij heeft hier vragen en die oh, vragen ja. gaan over het vervolg van Zelda: Breath of the Wild. Wat willen jullie graag qua nieuwe gameplay zien? Bijvoorbeeld de terugkeer van dungeons. Welke gameplay-componenten van het eerste deel mag van jullie wegblijven? Bijvoorbeeld wapens die stuk gaan. Denk oh, dank voor het beantwoorden van de vragen en game on. PS als jelle dit hoort, rustig aan met de koffie. Goede kijk, Jappie 1981. kijk heel even of ik hem ergens zie. Ik zie hem niet. Dus ik zie geen reactie van... Wat? Minder koffie? Uh, heb jij Breath of the Wild gespeeld? Nee. Heb ik Breath of the Wild gespeeld? Nee. <laughs> dat weet je net goed. Um, ik denk eerlijk gezegd dat er niet heel veel verandert uh, tussen deel 1 en 2 van Breath of the Wild. Um, de terugkeer van Dungeons. I don't know. Ik vind wel dat het, uh, dat het uh, wapens die stuk gaan. Ik snap dat veel mensen zich daaraan ergerden. Maar dat vind ik juist wel iets cools. We worden nu barbaren genoemd. Ah, Ving ze onzin. Nou, ik heb gewoon nog geen switch. Nee, je woont niet. En als ik een switch zou hebben, zou ik het waarschijnlijk niet in spelen. Kijk, ik zie de laatste tijd wel wat dingetjes waar ik steeds meer van overtuigd word. dat ik een switch wil hebben. Ja, ik wacht nog steeds op Bayonetta 3. Ik uh, vond die po Pokémon uh, Legends Arcist wel. Ik kan okay niks met Pokémon. Ik kan er helemaal niks mee. Het spijt me zeer. Maar je, je had, toen Pokémon er net was, had je al een leeftijd dat het niet meer cool was. Ja, dat is het ding. Dat is het ding, denk ik. Dus je bent er niet mee opgegroeid? Nee. Dus ik, ik heb daar ik heb die connectie niet met die shit. En ik zie soms uh, op Twitch zie ik volwassen jongens, Monkel. Zie ik als een klein kind. Uh, pack openings doen en zo. Nog een zard, ah, nog yeah. een zard. Ja, vet man. Ik god card. <laughs> ik heb ik heb gewoon wat ik heb wat dingen, ik heb wat dingetjes voor opgenomen. <laughs> god card. C -c -c Crap card. Vind die leuk. die jongen die die, die, die voelt zich voor twaalf. Ik kan er wel van genieten hoor. Shit, ik vind ik vind, weet je dat scheelt mijn geld en ik heb wel een beetje de spanning van het meekijken toch niet te geloven man. hij die guy, hij heeft al zo'n harde stem. Die maakt zijn buren helemaal gek, want ja. die heeft een koptelefoon op en die realiseert zich niet dat hij zo ontzettend oh! is. Oh! 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 Nog een soort <laughs> ongelooflijk. <laughs> maar uh, nee, het is ik weet het niet. Ik, ik kan er helemaal niks mee. Maar ja, Breath of the Wild. Ja, dungeons zitten er toch wel e enigszins in met puzzels en dergelijke. Ja. Dus uh, wat ik wel altijd storend vond uh, in dat soort games. Zet er ook bij Zelda in. Uh, die, de, de, de slijtage van wapens. Ik shit. vind het wel. Dope. Het heeft wel wat. Maar het. het, het, het uh, ik weet niet, man. Het zijn ja, dingen waar je liever niet uh, over nadenkt. Ja, maar het, het, het houdt je wel bezig met, met wapens. Want in plaats van dat jij een uh, wapen van ik weet niet ik weet niet precies hoe dat systeem in elkaar zit, maar dat je die hebt en nooit meer er, uh, iets mee hoeft te doen, ben je tenminste nu nog bezig om hem of goed te houden of er, om een backup zwaar te hebben en zo. Dus uh, ja. Haha, Coast met Africa 50 keer per stream. Die buren genieten daar ook van, of zou die willen? Oh, die fluistert dat mee. Koos komt niet eens al 50, aan 50, uh, 50 keer per maand, joh. Koos is helemaal geen subs. <laughs> Koos heeft 12 subs of zo. Daarom is hij gestopt. Hij zei miljoen views. Gestopt? Ja, met, met vaste streams. Oh, ik zie hem nog uh, regelmatig uh, oppoppen. Vaker dan ik. Hij ik, zou ik, toch stoppen? Ja, nee, hij zou stoppen met vast streamen. Dus hij heeft niet meer de, de dinsdag, donderdag en volgens mij zaterdag. Het is nu gewoon wanneer het hem uitkomt. Oh, op die manier. Ja. Ah, oké. Okay. Maar goed. Uh, even kijken. Cool gedaan met die wapens. Je moet gewoon weten waar je... Backup wapens kan halen en dat is in het kasteel. Tadaa! In het kasteel. Zo leren we elke dag weer wat. Precies. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat er heel erg veel zal. Wat jij al zegt, er gaat niet heel veel veranderen ten opzichte van die voorganger. Ik, ik krijg een beetje zo'n. Uh, hetzelfde gevoel heb ik namelijk met uh, God of War uh, Ragnarok. Zo van: oké, okay, dit is het fundament. En we bouwen daarop voort door gewoon een nieuw verhaal te implementeren. En verder blijft alles nagenoeg hetzelfde. Denk ik, ja. Ze hebben het steltje nu. We zagen het al aan de, die, 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 die trailer die toen getoond werd. Nagenoeg hetzelfde als Breath of the Wild. Dus uh, het geraamte staat... Ja, daar wordt op uh, voortbeduurd. Hier, hierna wat uh, zal wel toegevoegd worden. Wat kleine toevoeging en wat dingen die weggelaten zullen worden. Uh, dat waar kritiek op kwam, dat zullen ze dan waarschijnlijk uh, onder de loep hebben genomen. En hier en daar aangepast hebben. En uh, ja, wanneer we het zien, ik heb, heb geen idee. Uh, het, het, we hebben nog steeds van. Uh, we hebben nog niks nieuws gezien. Qua, ook niet qua release date. Mm -hmm. Via Nintendo Direct. Dat zal nog wel even duren allemaal. Ja. Moet de Storywise niet iets gebeuren met de trace? Ja. ja. Zeker. Atreus. Waarom noem je het? nog Atreus? Hmm. <laughs> Naar welke nieuwe IP kijken we uit? Ik kan maar eentje verzinnen. Elden ring. Nou, wel meer. Star, ja. Starfield. Oh ja, zeker. Ja. Um, dat was het eigenlijk wel. Dat was jij het dat was ik? Ja, dat was ik. Ah, joh. Ja, uh, China? Uh, China, ja, ja, ja. ja, ja. Niet, man. Natuurlijk bestaat Elden Ring nog. Ze ik, zijn in een ver geworden uh, stadium. Een fout, ja, 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 ja. Ik blijf. En ik zei, ik, bij het einde van de week hadden we het over die uh, PlayStation State of Play. En ik blijf erbij. Ik denk dat Kina een hele vette animatiefilm ja. wordt. Maar ik denk niet dat het een hele vette game wordt. Het is een animatiestudio. Ja. Die, die zich nog op geen enkel vlak heeft bewezen als game studio. Mm -hmm. En uh, hoe tof het er nu ook uitziet. We moeten nog maar zien hoe tijd de controls zijn en de, dat, de, de, dat de, de mechanics. Weet je wel, hoe die boss ik maar, ja. Ik zag gewoon, ik zag al meteen het eerste shot wat ik zag, was dat, dat, dat domme loopje zo. En dan dacht ik van ja, dit, is, dit, zijn, dit zijn geen game animaties. Vervolgens zag je de cinematics tussendoor. Dan zag je weer fucking top-notch uit. Maar dan zag je sprongetje, dingetje, oké, okay, pijlenboog op een bos. Zonder verder iets van de hut te zien. Dan denk ik van ja, leuk dat shot. En dat ziet er interessant uit. Ja. Maar ik heb, echt, ik heb echt zo een dikke, gearceerde vraagteken bij die game op dit moment. Of zegt dan, het wordt ook niet full priced. Oh, ja, nee, kijk, dan is dat rare loopje wel te bilken natuurlijk. Weet ja. Je wel? Nee, dan snappen, we, dan snappen we het volledig. Uh, even kijken hoor. <clears throat> dat, dat was het volgens mij. Kleine teaser voor de nee, tv. -uit... Starfield gaat dit jaar nog niet komen, joh. Nee, die gaat niet uh, dit jaar komen. Mm -hmm. Wat gaat er nog wel komen dit jaar? Zo verdomd weinig eigenlijk. Dit wordt echt een kutjaar, man. Ik heb het idee dat het echt een kutjaar gaat worden. Vorig jaar uh, kwam ik uh, nummers tekort voor mijn top 10. Mm -hmm. Ik had meer titels dan... Uh, de, 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 dan dat er in de top 10 konden. De top 15 samen kunnen ik kan de top 15 kunnen samenstellen. Ik mag blijven als ik dit jaar aan een top 10 ga komen. ja Ik denk dat ik voor het eerst dit jaar... Uh, een top 10 ga samenstellen... waar ook games in zitten die niet dit jaar zijn uitgekomen. Ja, ja nou ja. Ik, ik, ik heb... Uh, Hades bijvoorbeeld. En uh, Cyberpunk 2077. Heb ik wel in mijn... top 10 van afgelopen jaar uh, gegooid. Mm -hmm. Terwijl ik ze nog niet had uitgespeeld. Um, Konden eventueel stijgen nog, als ik ze zou uitspelen. Nou ja, ik denk dat ik ze allebei later dit jaar nog wel ga oppikken weer. Ja. Um, Cyberpunk, wanneer er nog wat DLC of expansions bij zijn gekomen. Ja, wat, flink wat fixes nog. fixes inderdaad. Maar, um, ja, jezus, wat er aan nieuwe stuff verder nog gaat komen. Ik weet het niet, man. Mm -hmm. Moeilijk. Uh, ja, nou ja, sowieso als de games van Playstation, alle drie, want het zijn niet meer vier, want uh, GTA 7 is al, al verschoven naar volgend jaar. Uh, dan heb je Ratchet Clank, uh, Horizon Forbidden West en God of War. Wat mij betreft, als ik ze speel, zijn het wel zekerheidjes. Ik, ik kan, zie het, Halo, kan het natuurlijk tegenvallen. Halo en uh, Horizon zie ik langskomen. Ja, Horizon heeft me, het origineel heeft me ook al weinig gedaan. Ik ga die uh, Forbidden West ook niet oppikken, denk ik. Uh, mm -hmm. Halo... Jawel, ik heb al Halo's altijd gespeeld. Uh, Returnal, uh, hoe meer ik daarvan zie, hoe minder boeiend ik het vind. Uh, ja. Outriders. Vond ik uh, het ook niet interessant. Uitzien. Nee, nee. Jij hebt, hebt het gespeeld? Ja, was stom. We hebben gewoon eigenlijk de, de tutorial gespeeld. Ja. En uh, die, die staat ook wel online op GameKings.tv. Maar wat wij daarmee wilden aantonen was... Kijk, een demo moet gewoon representatief zijn... Voor de full game. Ja. die moet je Een demo moet jouw mid-game mid ergens droppen in een hele vette missie. Ja, en ik ja, is van tevoren wordt er gezegd. Ja, maar het is, het is van tevoren al duidelijk gemaakt dat deze demo zo'n drie uur zou beslaan. Ja. Hè, met een tutorial en vervolgens een uh, segment van de game. Ja, maar als jouw fucking eerste half uur, eerste 40 minuten echt tedious zijn. En. Verhaal technisch. En cinema, gewoon qua direction en dergelijke. Als dat gewoon kut is. Ja. Ja, dan, dan, dan zit je al een beetje met lood in de schoenen. Uh, en en ja, op een gegeven moment na een half uur ja, was het klaar. En toen was oh, wacht. Oh, maar nu kun je die keuze maken tussen bepaalde classes. Ja, dan een half uur te laat. Ja. Weet je wel. Maar goed, uh, we gaan natuurlijk de game uitgebreid reviewen. En dan zal alles wel uh, goed uh, naar voren komen. Kijk, Resident Evil uh, Village 8 is echt wel een titel waar ik naar uitkijk. Near Replicant is een game waar ik heel erg naar uitkijk. Het origineel heb ik niet gespeeld. Uh, Back for Blood gaat dit jaar uitkomen. Lijkt me heel tof. Ik ben een groot Left 4 Dead fan, maar de grote vraag is natuurlijk heeft zo'n soort game nog wel bestaansrecht anno 2021? Mm -hmm. He, die vier player co-op tegen creatures, zombies noem het allemaal, allemaal op. Ik maar denk, moeten we moeten het allemaal nog zien. Ik denk dat dat meer de leuk factor gaat krijgen in plaats van goed. Ja, al... Is het wel een gerenommeerde studio wanneer het op, uh, dat, op, op, op dat soort games aankomt. We gaan het ja. zien. Total War Warhammer eind dit jaar is zeker een van de titels waar ik naar uitkijk. Het de, de derde deel. Uh, War, Total War Warhammer 1 en 2 vond ik echt fantastisch. Ja. Dus uh, dat, dat, we gaan het zien. Hopelijk wordt die niet ook uitgesteld. Um, en dan, dan... Elden Ring, gaat die dit najaar komen? God knows. Deathloop, mm, de, ja... Iedereen heeft zoiets van ja Deadloop. ja ik zie, ik heb nou honderd trailers gezien. het het een drol. Ja, weet je, ik, ik, ik heb wel een idee hoe het allemaal werkt, maar niemand die echt heel erg enthousiast raakt door die titel. Ja. Ghostwire Tokyo, toen die voor het eerst getoond werd, had ik zoiets van yes, interessant. Totdat die gameplay trailer kwam met die maffe combat. En dat, dat toen zakte opeens. Dit, dit werd gewoon echt. Ja. Dus daar ben je ook niet echt heel erg blij van. Um, dus ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Ik ga nog wel Valheim spelen. Misschien dat dat een, een potentieel dingetje... Want het, het past wel heel erg bij mij, weet je. Bouwen, survive, uh, dat soort dingen. Ik haat bouwen, man. Ik vind bouwen kut. Lekker, man. Lekker, man. Ja, jij houdt van bouwen. Maar als jij een, uh, een Zoo tycoon, of hoe heet dat ook alweer? Ja, uh, Planet Zoo. Planet Zoo speelt. Dan is het uh -oh. dan. Het is een en al bouwen. Weet je, en uh, hoe heet het ook? de uh, uh, The Forest heeft dat ook een beetje net een ja. ander stelsel natuurlijk. Ja, maar. maar bijvoorbeeld bouwen bij uh, Fallout vond ik ook kut. Nee man, ja, dat vind het, ik wel niet tof. It just works. Mm. Als je alle kleine trucjes begrijpt. Ja, maar het is allemaal een beetje, een beetje. Dan hebben we een beetje bouwen en een beetje schieten en een beetje dit en een beetje dat. Ik hou niet van een beetje dit dat. Je moet gewoon. Het moet goed je moet, werken. Je moet, jij zorgt dat je je focust op een aantal zaken en die gewoon heel goed laat werken. Ja. Niet een beetje, beetje, beetje. Ik was zeker geen fan van Bob de bouwer. Vond echt een bloedhond. Kijk waarom jij met veel plezier Planet Soeba uh, speelt is omdat daar gewoon de focus ligt op bouwen, weet je wel en niet op de, de gevechten tussen die twee Bonobo apen. Oh, dat, zeker ja, wel leuk dat het gebeurt. Het weet zijn weet mandrils trouwens, huh? mandrillen, inderdaad. Het is leuk dat het gebeurt, maar het is, het is, weet je, it's to the side bouwen is de main focus. Mm -hmm. nou ja, ik, ik, hou, ik hou niet van games waar je van alles een beetje kunt. Ik vind het irritant. Ik mis focus, ik mis kwaliteit. UMA-MFC, jongens. Hm? UMA-MFC. The Ultimate Mandrel Alpha of Fighting Championship. Oh, oké. Okay. <laughs> ja. Zeker. Dat de, de, de brieven zijn we inmiddels het doorheen. En het is ook al één uur geweest. Minecraft, ja zeker. Die ga ik, uh, ik ga deze week... Uh, een, ik, ga, ik ga deze week een... Uh, hoe zeg je dit? Een, 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 een server aanmaken? Een, nee, 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 ik ga, ik ga een uh, berichtje sturen naar uh, Joost. Oh, je wilt meedoen? Ja, om, uh, om te kijken of ik uh, SMP kan joinen. Ja, het, je verbreedt er wel je publiek. Het mee. schijnt dat, dat je zijn niet uh, alleen maar uh, oude, zure mensen, maar het, ook wat jonge. Het schijnt vond, dat je viewercount uh, explosief uh, groeit, dus uh, ja. Nou, ja. dat uh, kan ik wel gebruiken. Dat is een ding. Weet je, ik, ik, ik zou het niet willen. Dat gaat, tuurlijk gaat dat niet gebeuren, mensen. Dat is oh my God. Het gaat echt niet gebeuren. S M P S M D S I M P. Oh, dat mag je niet meer zeggen. Mag je niet twijf. zeggen, jongen. Maar wel uh, gespeld. S M H Hey, uh, ik denk dat wij uh, aan het einde gekomen zijn van deze uh, Brieven Maandag. Uh, ik hoop dat jullie uh, het afgelopen uur weer jullie enigszins vermaakt hebben. En dat we weer infotenend bezig zijn geweest. Voor nu wens ik jullie een hele fijne dag en een hele goede week toe. Ook namens de man hier rechts van mij, links van jullie. En uh, wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer, toch? Ja, later!